De Mount Everest. Meer dan 2000 mensen hebben op de hoogste berg van de wereld gestaan. Al die klimmers produceren aardig wat afval. Het worden wel kuilen gegraven en daar wordt het ingestort. Het is wel een heel klein beetje beschermd, maar dat zijn echt enorme bergen. Zo moet je het voorstellen. Bernice Notenboom stond vorig jaar als tweede Nederlandse vrouw op de top van Mount Everest. Zij bewondert de opruimexpeditie van de Sherpa's. Vorig jaar hebben wij zelf meegedaan aan deze actie, maar we zijn maar tot 6500 meter gekomen. Nu willen de Sherpa's afval vlak onder de top naar beneden brengen. Een levensgevaarlijk karwei. Ze moeten door een ijsval, ze moeten over 60 ladders heen. En dat is heel erg gevaarlijk. Moet je me eens even voorstellen, een rugzak met 50, 60 kilo en dan een beetje balanceren op een van die ladders. Dat is echt heel moeilijk. De Sherpa's gaan niet alleen afval verzamelen, zoals heel veel van dit soort lege brandstofflessen. Nee, het bijzondere aan deze expeditie is dat ze voor het eerst bergbeklimmers die op extreem grote hoogte zijn omgekomen, mee naar beneden nemen. Er liggen heel veel lijken echt bijna onder de top. En dan een beetje lager op 8300 meter liggen een aantal lijken. Die heb ik zelf ook gezien. Omdat er zoveel sneeuw en ijs smelt van de berg, nu komt het allemaal naar voren. En vroeger lag het gewoon ieder jaar weer onder een enorme hoop sneeuw. Bernice denkt dan ook niet dat dit een eenmalige actie is van de Sherpa's. Dat is natuurlijk een goed begin, maar ik denk over 2 jaar zou je het weer moeten doen. Misschien niet ieder jaar, maar wel frequent.